Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. Ik heb Jordi vandaag naar schooltje gebracht vanochtend. En daarna naar de winkel geweest. En toen heb ik fruitje voor deze twee bengels gemaakt. Maar één bengel wil niet eten en dat is Sam. Die is een beetje verkouden. Hij heeft een paar hapjes gepakt. Dus ik probeer daar nog een keer een paar hapjes. Liam is lekker op de bank zijn fruitje aan het happen. Lukt het? Slimmerik? Hij was omgevallen. Ja, ik zie het. Hij was omgevallen. Dus van de week komt er alleen op woensdag niet een vlog online. Want ja, ik ben gewoon even oververmoeid. En daar ben ik gewoon even heel eerlijk in. Ik heb 's nachts een duiveltje naast me liggen. Die last heeft aan zijn tandjes. En Jordi heeft wat meer buikpijn. Dus het kost me even iets meer energie. Ik ben gewoon even iets moeer. En volgens mij zie je dat ook echt aan mijn ogen. Dus ik doe het gewoon even rustig aan. Ik pak heel even mijn rust. Ik pak even zover ik dat kan doen. Dus dat. Ik film wel. Maar houd er maar rekening mee dat het niet een hele lange vlog gaat zijn. Ik heb gewoon geen puff eigenlijk momenteel. Dus dat. Inmiddels liggen de schreeuwlelijks al even voor bed. Ik heb het eten gemaakt. Ik ga ze daar ook even uploaden. Ik heb net het goede nieuws ontvangen van het schooltje van Jordi. Dat Jordi een andere loophulp heeft. Want de loophulp die hij nu had, die was gewoon te klein aan het worden. En hij was ook heel vaak boos op de loophulp. En ja, elke keer als ik die loophulp voor de dag haalde, begon hij eigenlijk al te mekkeren. Omdat hij dus continu met zijn voeten overal tegenaan kwam. Dus hij was al chagrijnig voordat hij er überhaupt in kwam. Dus ik krijg die straks al mee. Want Atlas, die kwam dus op het schooltje bij Jordi. En die wisten er ook al van. Dus ze hebben gelijk een loophulpje meegenomen. En die is eigenlijk omgehaald. Zo moet je het eigenlijk zien. Ik heb Jordi opgehaald. Hij was hartstikke verdrietig. Dus ik mocht heel eventjes om die reden naar binnen toe. Toen hij mama zag en vasthield, toen was het alweer een stukje beter. Hij is verkouden aan het worden. En Sam is dat ook. Maar ja, ik denk dat hij een combinatie heeft van buikpijn en snotneus. Dus daar heeft hij gewoon een beetje last van. Dat mag, dat kan. Alleen ben ik wel eerlijk en dan ben ik blij dat ik pas vrijdag weer upload. Want dan weet ik dat het even hard te halen gaat worden af en toe. Ik had mijn vaatwasser aangezet met een hele hoop spullen van de koelkast. Al die dingen erin zitten. Ik heb net mijn koelkast schoongemaakt. En dan ga ik hem even inruimen. Dan moet ik dus weer allemaal inzetten. Ja. Gaan we doen, denk ik. Moet. Hoi papa. Hoi. Ik heb iets voor je. Je mag nog niet kijken. Niet kijken, wegkijken. Ik had natuurlijk van de week. De boel breekt hier af. Maar ik had van de week had ik natuurlijk die schrobborstel. Maar nu heb ik de. Flip over. Wat moet ik ermee dan? Aanzetten. Ik denk dat is makkelijk voor die lampen die daar hangen. Nou, dan ben je op niet verkeerd. Ik stop hem ook niet in jouw gezicht. Stoppen. Ik zag deze. Ik denk, dat is makkelijk. Want ik ben altijd aan het klooien met mijn lampen. En wat ben ik dan aan het klooien? Dan moet ik dus zo overal doorheen. Maar nou doet hij het gewoon zelf. En dan hoef ik niet allemaal moeilijk te gaan doen. Hoppakee. Dan is hij ook weer af. Een hele domme uitvinding. Wat zeg je? Op zich is een hele domme uitvinding. Nou ja, ik kan hem ook wel ergens anders voor gebruiken waar de zon niet schijnt. Maar daar ga ik verder niet over mij uitweiden. Maar ja, ik vond hem grappig. Een hele goede morgen. Laat het goede er maar af. Want ik begon hier al met geschreeuw.
Jordi had buikpijn, is verkouden en ja, hij was gewoon niet te genieten. Dus ik heb hem gemasseerd en alles. En nou is hij wel een stukje vrolijker, maar heeft geen koorts of wat dan ook. Maar we laten hem vandaag wel thuis. Zodat hij gewoon eventjes rust heeft. Want ja, soms moet je een kind lezen en soms is hij niet te lezen. En voordat ik hem geholpen had, had ik echt het idee, jij blijft thuis vandaag. Nadat ik hem geholpen had, dacht ik bij mijn eigen, ik weet het nog zo net niet. Liam, stop met Jordi te schuppen. Dus we laten hem vandaag gewoon thuis. En we gaan gewoon kijken waar het schip strandt. Morgen is het op de groep ook minder druk. Dus misschien dat hij dan ook beter het zou doen. Of hoe je het ook noemt. Maar goed. Dat gezegd hebbende. Ja. Goedemorgen. Oh, trouwens, gisteravond hebben wij de hele tijd nog met Sam gezeten. Die is ook verkouden, maar die heeft ook last van zijn tandjes en weet ik het allemaal. Dus die was ook de hele avond aan het etteren. Uiteindelijk is hij wel in slaap gevallen. Ik heb slecht geslapen. Ik weet niet. Wat? Jordi die een buikpijnaanval heeft. Maar wel een milde, dus ik durfde te filmen. Scheetje van me. Kom je staan. Hi, vent. Nee. Joef zit alle knuffels. Ik heb de knuffels gehalveerd en naar boven gedaan. Maar al die knuffels zitten ze allemaal te grappen. Wat ga je doen, Jordi? We gaan nou niet filmpje kijken. De televisie staat aan. Het is toch geen tijd? Wat je? Mooi verhaal. Tete. Nee, ik ga niet tussen die konijnentanden van je zitten. Want dan is het hang weg vinger. Je bent ook een beetje aan het snotteren, jongen. Maar ja, dat vind ik niet gek met al die tandjes die door gaan komen. Hij krijgt het in de gaten. Wat is er, Jordi? Kan je het doen, Jordi? Ben je lekker aan het rondkruipen? Wat je van beren leren kan, van slimme beren leren kan, ga je later zelf niet meer voor aap. Nee, je kan profiteren van, daar weten beren veel meer van. Een beer die zet zijn leraar niet voor aap. Als Jordi zo aan het kruipen is en aan het doen is, dan moet ik altijd aan dat liedje denken. Ik weet niet waarom, heb ik al vanaf dag 1. Als hij zo kruipt, moet ik er altijd aan denken. Ik weet niet waarom. En jij dan? Moet dat nou weer in je mond? Nee, hoeft niet. Nee. Hey, Joef, afblijven. Toen Jordi bijna 1 was, had hij al de zoveelste longontsteking achter de rug. En het enige wat ik bij hem naar binnen kreeg, was dit. Tot op de dag van vandaag is dat nog steeds hetzelfde. Ik krijg alleen dit dan naar binnen. Nou is het zo, Jordi voelt zijn eigen natuurlijk niet lekker. Maar inmiddels eet hij wel gewoon
zijn fruit als ik het hem voorschotel, enzovoorts, enzovoorts. Dus hij doet er allemaal niet meer zo moeilijk over. Watermeloen vindt hij lekker. Het kind vindt alles prima, gezegend, goed. Maar nu komt het. Vanaf dag 1 roep ik al, als Jordi geen Down-syndroom had gehad, dan hadden hij en Sam maar eigenlijk één persoon geweest. En waarom roep ik dat? Ze hebben dezelfde mimieken in het gezicht. Ze hebben dezelfde, niet dat Sam heeft geen Down-syndroom, hè? Laten we dat even vooropstellen. Maar ze hebben dezelfde mimiek in het gezicht. Ze hebben dezelfde streken. Nou, ga zo maar door. Sam is niet lekker. Die heeft momenteel veel last van zijn neus, dat hij vol zit. Ik had fruit gemaakt voor Sam. Zie je hier, fruit gemaakt. Dus ik had het gewoon allemaal klaarstaan. Meen je nou serieus dat hij daar fruit wil hebben? Hij wil niks eten. Ik denk bij mij, ja, maar ik heb deze laatst gehaald. Ik ga het proberen. Hey, het kind eet het, hè? Hij heeft het hele potje opgegeten. Hoezo? Ik zweer het je. Als hij en Jordi tweeling waren geweest, had ik het nog geloofd ook. Zo gek. Maar ik ga heel even naar het geschreeuw, want ze zijn alle drie thuis. Dus ja, ze zijn niet zo aardig voor elkaar. Hey Mowgli, hoe is het? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Wat je van peren leren kan, van slimme peren leren kan. Sta je later zelf niet meer voor aap. Sorry, ik kan niet zingen. La 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 la. Ga je naar buiten kijken? Ja, ga je lekker naar buiten kijken? Dat is toch ook leuk? We hadden nog iets geoefend, hè Jordi? Oh, we gaan in de achteruit. We hadden nog iets geoefend. Het is namelijk zo. Jordi is gewend om in zijn stoel te eten. Of in zijn buggy. Nergens anders speelt hij dan. Dus wat ben ik nou aan het doen? Ik ben af en toe eens op de bank zijn fruit aan het geven. En dat gaat eigenlijk, moet ik zeggen, best goed. Omdat hij daar dus ook zijn koekje eet. Dus ik geef af en toe zijn fruitje ook op de bank. Ben ik aan het oefenen. En nee, dat film ik niet. Want ik ben dan net iemand waarop gehangen wordt. En, nou, maar ik krijg het wel naar binnen bij hem. Zonder dat alles onder zit. Dus dat doe ik wel goed. Hey! Oh. Het is al de hele dag, hè. Laaien en lossen krijgt nu wel een hele andere betekenis. Want hij is aan het laaien, maar hij is ook tegelijkertijd aan het lossen. Dus ja, ik denk dat dit wel even voor hem werkt. Jordi heeft nog niet geslapen. Liam is net wakker. Sam die slaapt nog. Die laat ik ook gewoon nog heel even liggen. Want hij slaapt al zo slecht de laatste tijd. En als je niet lekker voelt en je bent moe, dan moet je gewoon slapen. Jordi heeft nu al de derde fles oranje van vandaag. Ik ben trots op hem. Ik heb al een aantal hele flinke poepluiers verschoond. Dus ik denk dat hij een beetje bij begint te trekken met alles. Wel eens die snot verkouwen. Maar ja, zoals je ziet is zijn moeder ook niet helemaal lekker. Dus... ik ben gewoon aangestoken door mijn kinderen. Ja, kan gebeuren. Dat is gewoon zo. Ik probeerde de was te doen. Maar ja, dat ging niet. Want ik had een kind die wakker was. En elke keer als ik de kamer uitliep, was het zeuren. Jordi heeft dus de hele middag nog niet geslapen. En hij is een beetje moe aan het worden. En als hij moe wordt, dan wordt hij extra lacherig. Jij mag me geen kus. Oh, mag ik geen kus geven dus. Vieze rat. Hij wilde ook geen bril op. Hij is wel heel blij. Ja. Ja. Oh. Hallo. Dus hij wordt extra lacherig, dus ik hoef maar iets te doen of hij lacht al.
Dus ja, dat is dus als Jordi moe is, dan krijgt hij zo'n lachkick. Dus het gaat nog wel worden vandaag. Niels, die is even naar een vriend toe. Die heeft mij hier eventjes nog geholpen opruimen. Kindjes liggen op bed. Zijn lekker gedoucht. Dus is hier lekker rustig. Ik ga lekker op de bank liggen en niks doen. Ik heb verhoging. En als er iets aan de hand is met de kinderen, hoef ik me te bellen en dan komt Niels gelijk. Maar tot nu toe zijn ze rustig en slapen ze. Laten we dat zo houden. Ik ben gewoon ook sowieso liever thuis. En nu ik verkouden ben en ik had verhoging. Nou, het is geen corona. Ik had de zelftest gedaan. Maar goed, lekker nou bankzaken en niks doen. Goedemorgen. Ik ben al even wakker. Ik moet Jordi nog aankleden. De rest heb ik allemaal al aangekleed. Kijk, waar zit hij daar? En dan gaat Jordi vandaag gewoon naar school. Liam gaat naar schooltje. Jordi voelt zijn eigen verder nu. Oké. We hebben zijn poepluiers en alles gisteravond dan aangepakt. En weet ik het allemaal. Dus Jordi gaat gewoon naar school. Ik ben zo belabberd, hè. Ik denk dat ik vandaag heb wat Jordi gisteren had. Dat denk ik. Maar goed. We gaan gewoon vandaag ons ding doen. We zien wel hoe het loopt. Ik heb Liam en Jordi afgezet op school. Ik ben daarna gelijk eventjes naar een feestwinkel gegaan. Want vrijdag is de dag dat dit vandaag zeg maar online komt. Deze video is Liam jarig, de 25e. Dus ja, daar moest ik eventjes wat versiering voor hebben voor 2 jaar. Ik dacht dat ik nog wel wat had liggen, maar ik kon het vinden. Dus vandaar. Daar heb ik deze voor het raam. Want ze hadden niet zo'n groot ding. Maar ik wil wel altijd dat een beetje de leeftijd er staat. Ik heb ook alvast voor Sam gehaald. Want Sam die wordt 9 maart 1. En dan deze 2 jaar. En dan had ik voor onze Liam nog binkaarsjes. En als Sam dadelijk jarig is, ook voor Sam natuurlijk. Dus ja, al met al. Daarna ben ik even naar de Jumbo geweest. Mag geen reclame maken natuurlijk, maar ja, ik ben naar de Jumbo geweest. En daar heb ik eventjes het eten voor vanavond en vanmorgen gehaald. En nou ben ik weer thuis. Ik ga zo een fruitje geven aan Sam. Het heeft honger. We hebben Liam opgehaald. En we zijn nu lekker een croissantje aan het eten. En we zijn onderweg naar huis. Kindjes liggen op bed. Maar waar ik net achter kwam, toen ik de woonkamer weer ingelopen kwam, dat is altijd bij mij. Het blijft gewoon aanstaan. Dan ga ik wel eventjes een half uur niks doen. Dus ik ga wel iets anders aanzetten. Maar vaak heb ik het niet eens in de gaten dat er nog een kinderprogramma aanstaat. Videoland. Ik ga eventjes serie kijken. Ik heb Jordi opgehaald en nu heb ik een probleem. Ja. Ik heb een probleem, want de auto wil niet starten. Dus Niels is nu iemand van zijn werk even aan het regelen om de auto op te starten. Dat ik in ieder geval naar huis kom. Het is gelukt. We zijn veilig thuis gekomen. Een collega van Niels die is even komen helpen, gelukkig. En nou is alles opgelost. De kindjes hebben al gedronken, want dat was mijn eerste prioriteit toen ik binnenkwam. Ze zijn nu lekker chipjes aan het eten en ik ga zo eten koken. Nou, dit is Jordi op den top. Chips over de hele bank heen gesmeten. Lekker lui gaan liggen en televisie kijken. Ja, en zichzelf lekker kriebelen, want dat doet hij ook graag. Dus ja, dat is waar Jordi nu mee bezig is. Ik ben ondertussen overal chips uit aan het rapen. En ik ben nog niet aan mijn eten begonnen, maar dat ga ik dan wel doen. Het is 5 uur en mijn rijst en macaroni zijn nog niet klaar. Maar ik heb wel al bezoek. Ik loop natuurlijk achter door wat er straks gebeurde. Dus ja, hij staat al vanaf 4:15 hier. Dus ja, ik ben bezig. Ik kan niet sneller als dit. Dus heb ik mijn tablet aangezet. Soms moet je dat gewoon even doen. Dat was niet mijn idee, maar ja, af en toe. Je ziet ons niet heel goed, maar het is midden in de nacht.
En ik ben hier iemand nog een flesje aan het geven. Je hoort hem wel als het goed is. Het is nu 1 uur of zoiets. Zo ging ik net. Maar dit is dus al even aan de gang zo. Is het Jordy? Dan is het Samuel. Ja. Een hele goede morgen. Ja. Nou, doe eens lief. Je doet niet lief. Je doet niet lief. Dit is al de hele ochtend zo. Alles wat ik in mijn handen heb, slaat hij uit mijn handen. Wilt hij? Ja, ik weet het ook niet. Sam die is nog tot 2:30 aan het klooien geweest. Dus ik heb nog sowieso tot 1:00 of 3:00 wakker gelegen. En vanochtend was het natuurlijk vroeg op, want Niels ging werken. Dus ja, hè. Jordy zit daar. Die wilde geen broek, niks aan. Ik heb ruzie met hem gemaakt, maar hij wilde het echt niet. Sam is hier aan het etteren. Joef! En... hou eens op. Joef zit daar, omdat hij continu... echt continu... Hallo, eraf! Liam! Nee, nee. Mama zegt nee. Nee! Hey! Joef, loop naar je bench. Schiet op. Nee, bench. Nee, bench. Bench. Goed zo. Ga dan maar liggen. Nou, dit is dus al de hele tijd. Dus als Joef nu rondloopt, krijgt hij continu klappen. En ik heb hem al een paar keer flink op zijn donder gegeven. Dit kind. Dit ettertje. Maar elke keer gaat hij weer terug om te etteren. En ik vind het zo sneu voor Joef om continu dat geslaan en zo om erheen te hebben. Dus dadelijk na het fruitje, dan is de bui van Liam weer anders en dan gaat ze gewoon weer los. Want dan ga ik fruit maken. Maar het is even voor haar is het gewoon vervelend. Want ze weet dat wij het niet prettig vinden als ze gromt of wat dan ook. Dus dat doet ze dan ook niet. Maar ze komt wel naar mij toegelopen. Zo van, hé, vrouwtje, heb je dat gezien? Hè? Dus ja, en dan geef ik hem ook echt op zijn donder. Maar hij is 2. En hij luistert niet. Dus ja, ik doe mijn best ervoor. Maar ja, ik blijf het ook gewoon herhalen dat het niet mag. En ik geef hem ook op zijn donder. En hij heeft ook al op zijn stoel gezeten. En ja, ik ben al vanaf 7 uur bezig, mensen. Op een gegeven moment ben je gewoon klaar. Dus ik heb het even zo gedaan. Het is pas sinds een kwartiertje of zo. Dus ik heb nog lang uitgehouden. Maar ja... dadelijk toch fruit maken. En dan gaat zij toch de gang op. Dus ja. Wat dat betreft, hè. Maar goed. Ik ben er moe van. Ik ben moe van het leven. Ik ben ook verkouden. En ik zie dat Jordy flink gepoept heeft. Dus die ga ik even schonen. En dan ga ik fruit maken. Ik wil jullie iets laten zien. Wat Jordy en ik vaak doen als... ik na het fruitje bijvoorbeeld de tafel even opruim of wat dan ook. Wat Jordy dan bij mij doet. Ze hebben net trouwens fruitje gegeten. Dat is niet eerlijk. Jawel hoor, dat is echt heel erg. Heb je hem al vast? Als je de bal wil laten stuiteren, moet je aan iemand denken van wie je heel veel houdt. Ik hou bijvoorbeeld heel veel van boeken. Kijk. Oh, dan wil ik het nog eens proberen. En dan ga ik aan... Dan wil hij altijd eventjes knuffelen. Ja, dus hij pakt mij vast. Hij pakt mij vast over waar hij me pakken kan. Of een Boomba? Oké, daar gaan we. 1, 2, 3. Ja! Ik mag jou kiekelen. Ik mag jou kiekelen. Vind je kiekelen? Wel kiekelen? Ik pak zijn voetjes vast en dan ga ik ook kriebelen. Liam is hier weer aan bellen met zijn oude sleutel. Wie ben je aan bellen? Oh, het is een mooi verhaal. Doen we niks mee. Maar ja, dat is dus wat Jordy doet. Jordy moet altijd dan eventjes een hand vast hebben. Of je shirt vast hebben. Eventjes die knuffel. En dat is wat Jordy dan aan contact zoekt.
En dat contact, dat pak ik ook aan, hoor. Want voor hem is dat op dit moment dan een moment dat hij wil zeggen van mama, ik weet dat je er bent en ik vind het heel fijn dat je er bent. En we hebben ook wel eens momenten, dan loop je langs en dan pakt hij in één keer bij je shirt vast, zo van hier komen wij. En dat is wat jullie doen. Wil jij jouw autootje? Mama, je auto pakken? Ja, wil je auto? Mama, je auto pakken. Mama, gaat pakken. Ik heb even lekker eitjes gebakken voor de kindjes met een boterhammetje. Liam is helemaal gek op ei. Dus ik dacht, nou hè, laat ik jou lekker een gebakken eitje geven. Jordi is ook lekker aan het smullen. Die vindt het ook lekker. Maar dan wel zo. En niet anders. Als ik nou los ei in zijn mond hou, dan moet hij het niet. Sammy, die is alweer wakker. Jordi is nog steeds wakker. En ik denk dat hij aan het ontluchten is. Want ik hoor de een na de andere. En als dat dan ook nog zachter waren. Nee, je hoort ze echt luid en luid en duidelijk. Maar hij is wel moe. Hij heeft mij echt heel eventjes geslapen. Hij heeft wel even geslapen, hoor. Want ik heb hem gezien. Maar nog geen 10 minuten later was hij weer wakker. Dus... ja. Maar goed. Liam die slaapt nu nog. Want die is een uur aan het klooien geweest. Dus ja. Hij moet maar kijken wat hij doet. Alles ligt in bed. Yay. Yay. We hebben ook al veel opgeruimd. We gaan nog even verder met opruimen. En als we dat gedaan hebben, wat gaan we dan doen? Deze bouwen. Die ga jij doen. En mama gaat versieren. Nou, we gaan samen versieren, maar jij bent lang en ik ben klein en dat is niet eerlijk. Dus, En tractaties maken. Ik ga ook tractaties maken. Die ga ik wel even filmen. En ik doe ondertussen jou een keer filmen als je weer aan het zoeken bent op dat ding. Nee hoor. Het is automonteur, hè? Ik kan deze heel goed maken. Ja, tuurlijk. Er zit alleen geen accu in. Ja, precies. Maar dat gaan wij dus doen. We gaan nog even de aanrecht. Ja, nou, in ieder geval. We gaan het feest klaarmaken voor Liam. Gaan we feest vieren? Niet per se. Het leven is een feest. Het leven is een feest. Vooral als onze kindjes zijn geweest. Maar goed. We gaan aan de slag. Toen was Niels herrie aan het maken. Die gaan naar automonteur spelen. We hebben het versierd. Niels doet niet, die hond wordt gek. Dus hier hebben we vlaggetjes van 2 jaar, hier hebben we nog vlaggetjes van Nijntje die we nog hadden. En hoera feest en hartelijk happy birthday, weet ik het. In ieder geval, we hebben versierd. En dan ga ik nou de tractatie voor Liam inpakken. Dat ga ik versneld doen en ondertussen vertel ik hoe en wat. Dat neem ik later op. We nemen een paar dierenmaskers. En we nemen een paar bellenblaasjes. En dan hebben we rozijntjes. En we hebben natuurlijk zakjes om het in te doen. En voor de juffen hebben we lekker chocola. Dan ga ik het inpakken. En dat gaat niet helemaal van een leien dakje. Dat kost een beetje moeite. Want ja, je bedenkt iets en je hebt het voor ogen. Maar ja, hè, het kan niet altijd gaan zoals je wil. Maar goed, hè, uiteindelijk gaat het me dan toch lukken. Zoals je ziet, bellenblaasje erin, rozijntjes erin en zakje 1 is klaar. En dan moet ik er nog 10 en 2 voor de juffen. Nou, ondertussen heb ik voor de juffen op een zakje geschreven dat het voor de juf is. En die krijgen ook een masker. En ja, ik heb er natuurlijk 2 voor 2 juffen en de chocola natuurlijk. Dat gaat er allemaal in. En vervolgens, ja... wat moet ik er nog van zeggen? Je pakt een zakje in en dat is het eigenlijk. Meer is het niet. Een kind kan de was doen. Alhoewel, ik zou het niet aan mijn kinderen toevertrouwen. Maar goed, hè? Een kind kan de was doen. En dan ziet het er zo uit. Voor de kindjes en voor de juffen staat het nou klaar. Hier zie je Niels nog heel eventjes die automonteurtje aan het spelen is. En een tijdje later is hij nog steeds automonteurtje aan het spelen. En volgens mij gaat het wel de goede kant op. Ondertussen staat zijn favoriete club PSV op. En is hij dat aan het kijken. En natuurlijk weer verder met monteurtje spelen. Hij is af. Wauw. Wauw. In de volgende vlog ga ik hem eventjes goed filmen.
Maar nu gaan we hem klaarzetten. En we gaan deze ups en downs afsluiten. Maar gelukkig is het bijna carnaval. Dus kan Liam een mooie hele weekend taxi rijden. Ja, precies. Kan hij al zijn vriendjes ophalen. Moet eigenlijk alleen nog een aanhangertje halen. Ja. Ah, dat komt volgend jaar wel. Hij is dus af. En wij gaan zo lekker slapen. Ja. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Tot de volgende.